Wij woonden naast het fietspad, een fietspad eigenlijk, een oud spoorweg waar dat dan fietspad wordt getrokken. En dan stonden daar altijd twee groene paaltjes en dan trok ik altijd ook weer mijn handen in de lucht en was ik altijd aan het oefenen als ik ooit zou winnen, wat ik zou doen van overwinningsteken. Ik heb dat heel veel gedaan en dan weet ik ook, als ik dat deed, dan keek ik altijd zo rap achterom van, het was toch niemand achter mij dat dat gezien heeft, hè, maar... Nee, ik was wel stiekem eigenlijk veel aan het winnen op training, maar ja, ik denk dat dat was iets waar ik enorm naar uitkijk als jeugdtrainer, om ooit de koers te kunnen winnen, om te kunnen je handen in de lucht gooien en te voelen dat jij de beste bent. Ik heb vroeger altijd tennis gespeeld en dat was mijn grote droom eigenlijk, was eerst een proftennisser te worden. Ik had één groot probleem met tennis, dan kon heel moeilijk tegen mijn verlies en ik... ik heb een paar finales gespeeld, maar telkens in de finale kwam ik eerlijk gezegd mentaal tekort. Nu kan ik dat zeggen, vroeger is het moeilijker. En dan heb ik gewoon een keer besloten om aan zo'n dikke bandenrace mee te doen als ik 14, 13 jaar was. En ik vond dat wel heel leuk. Ik was wel laatst of voorlaatst of zo, maar ik vond dat wel heel plezant. En dan ben ik er zo een beetje ingerold. Ben ik begonnen met cyclocross en dan op de weg wat kermiscoursen binnen Rijn bij de aspiranten. En dan, ja, ik heb dat gewoon heel plezant gevonden om te fietsen. Mijn grootste droom was gewoon een profrenner te worden. Dat was dat mijn job eigenlijk mijn hobby was. Ja. Ergens diep in mij was het altijd realistisch. Ook al was dat duidelijk gewoon een kinderdroom, want dat zag er helemaal niet realistisch uit. Maar het begon een beetje realistisch te worden het einde van de juniorenperiode. Vooral als ik tweede jaar junior was, mochten we meegaan met de nationale ploeg. En dan moesten we klimtesten doen, klimtijdritten. En toen reed ik in één keer de beste testen in het laboratorium. Toen reed ik de beste tijd op Ballon d'Alsace. En toen was ik van, wauw, kan ik toch met de fiets rijden? En voor mij was het dan zo van, oké, misschien lukt het wel een keer op een dag. Ja.